Oké. Weet je wat? Ik ga even bij de mensen langs. Ik ga even... Meneer, ik weet dat u Dinesh heet, maar kunt u zich voorstellen? Dinesh Ramlal van Travel de Guyana's. En we gaan daar opruimen. Oké, waar is daar? Braamspunt. Geweldig. Ik ga even snel wat sketches maken. Mevrouw? Hallo, ik ben Marina da Costa van Opete, Save Our Nature en van Save Suriname. En wat gaan we doen? Wij gaan naar Braamspunt. En wat moeten wij Surinamers doen? Opruimen, geen rotzooi meer weggooien in de rivier of elders. Ja, oké. Dank u wel. U bent? Meneer, u hebt het al gehoord. Ik ben Henna Asin en ik ga ook opruimen. Oké. En mijn grijpen, die staat hier klaar. Wauw, geweldig. Oké. Ja, zeg het maar. Mogen we even wat gezicht hebben? Ja, wie ben jij? Shaira. Shaira, en jij gaat ook lekker... Opruimen. Oké, en jij bent met... Jij bent gekomen met? Met Barbara. En jij bent? Mijn briefje en zo. En ik ga ook opruimen, helpen opruimen. Oké, en wat moeten wij Surinamers allemaal doen? Geen rommel meer in de rivieren gooien. Ah, niet alleen in het milieu. Mooi. Nog beter, nog beter. En zeker in de rivieren. U bent? Ik ben Barbara. Juf Barbara. Ik sta bekend als Juf Barbara uit Mungo. En we gaan naar schildpadden strand om het schoon te maken. Misschien is het een druppel op een gloeiende plaat, maar zelfs elke druppel helpt. Nou, deze druppel gaat doordruppelen, want we gaan het continueren. En meneer? Sudes. Ja, en wat u bent van? Dea 91. En u komt? Om het strand schoon te maken. Oké. Heeft u nog een boodschap voor de medeburgers van Suriname? Ja, dat ze hun rommel altijd in hun zak moeten zetten en niet hier en daar gooien. Want dat heb ik sinds ik klein was op school geleerd. Oké, heel mooi. En dan hebben we hier mevrouw. Hi, Madelon Menke. Ik ga ook mee naar Braamspunt om daar de beach clean-up te doen, zodat de schildpadden hun weg kunnen banen. Want we zijn bezig het milieu zodanig te vernietigen. En het is een oproep aan alle Surinamers van hoog tot laag om op een correcte manier, op een respectvolle manier met het milieu om te gaan. Geweldig. Hartstikke geweldig. Valt niks meer aan toe te voegen. Nee, denk ik ook niet. Nee. U bent... wij verwachten altijd nog wat extra's van u. Oké. Ja, ik ben Angelique Del Castillo. Ik ben vriend van Erlan. En van Probios, maar ik ben ook voorzitter van DA 91. En voor ons is het milieu ontzettend belangrijk. We hebben het in onze groene strategie aan de basis van elke ontwikkelingsbesluit dat we moeten nemen. Omdat als we ons milieu niet verzorgen, we onszelf eigenlijk de afgrond inwerpen. Want wij, ons overleven is afhankelijk van een schoon milieu. En vandaar dat ik vandaag met veel enthousiasme, ook vanwege die leuke groep natuurlijk, maar een wegbaan samen met Erlan naar Braamspunt. Om daar te gaan helpen, een handje bij te dragen aan het opruimen en een weg te banen voor onze zeeschildpadden. Thank you. En u bent? Ik ben Melvin. Melvin. En je gaat ons veilig naar? Zeker, naar de Braamspunt. Geweldig. Ja. Angelique, thank you. Madelon, thank you. Mevrouw Barbara, thank you. Juffrouw Barbara. Sidish, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oké. Dinesh, met jou moet ik even boksen. Yes. Thank you. En... Ik heb jou gefilmd. En u bent juffrouw Nina Jeune? Ja. Oké, wij gaan nu vertrekken. Ik ben Erlan Sleur en wij gaan Braamspunt opruimen. Whatever. Ik zie hier nog iemand. Kunt u zich even voorstellen? Of aanstellen. Dat mag ook. Nee, het liefst voorstellen. Voorstellen. Kenneth Seyres, directeur van Stunazen. Ja, en wat is de bedoeling? Wat gaan we allemaal doen? Wel, we gaan helpen. We gaan de natuur een beetje helpen. Oftewel de schildpadden op Braamspunt. Oké. We gaan ervoor zorgen dat ze veilig aan land kunnen komen, maar ook veilig weer terug naar het water kunnen. Geweldig. En dan weer terug eventueel. Ja, en dat we wat minder rommel moeten achterlaten. We gaan dus opruimen.
zowel rommel als een, geen rommel. Want takken zijn geen rommel, maar voor de beesten wel. Ja, nee, maar gewoon ook heel veel plastic weghalen. Ja, ja. We gaan en opruimen. Weghalen. Ja. Ja. En geweldig. Zoals jij al verteld hebt, we gaan doorgangen maken dat ze dus een fijner erin kunnen. Geweldig. Oké. En u bent mevrouw Stikkel. En u gaat ons een beetje ondersteunen. Kieran, geweldig, dankjewel voor je ondersteuning. Ja. Jullie gaan met de volgende boot. Die is, even kijken, dat is Moon Destiny. Moon Destiny toch? Ja, Destiny is van jou. Ja, oké. Lilian, dus jullie gaan in de andere boot, hè? Oké. Oké, ja. Je hebt de... Nee, ik ga hier. Ik ga hier. Ja. Oké, kom. Ik vond het wel leuk van dat ze heel naar de stad is gereden om mee te gaan. Mensen, let jullie op. Er zit een beetje cement aan. Het werkt net als vuurpapier. Dus dat je niet hier aan gaat krammen. Ik zie je later. Oh nee, jou zie ik niet. Ik zie die andere laag. Nog een boot hebben gegeven. Dat is die van waar Moon op staat. Dus laat ze in de goede boot stappen, anders gaat ze naar Mungo.